Dat is een binnenkomer, hè? Zo, zo, zo. Wat is een tafel mooi gedekt, zeg. Hartstikke mooi. En wat doen de kinderen allemaal? Jazeker. Dat is toch niet van een zomaar een school in Haarlem? Volgens mij is dit wel een bijzondere school, hè? Ik heb gehoord dat dit de Montessori-school is. Klopt dat? Zo. Weten jullie wel dat dat heel bijzonder is? Want we hebben heel veel basisscholen in Haarlem. En er is er maar eentje, echt maar eentje, die deze week ontbijt mag eten op het gemeentehuis. En dat zijn jullie. Hele lege buik? Nou, dat wel. Maar je ziet waarschijnlijk om je heen dat er tafels gedekt zijn. En ik schuif dadelijk wel aan bij de kinderen, want het is natuurlijk een hele bijzondere dag. We hebben inderdaad schoolontbijt. En dat vinden we heel fijn om te doen als gemeente, om dat te organiseren. En dat is ook heel belangrijk, want uiteindelijk gaat het erom dat kinderen ook leren en met elkaar ook bespreken dat het belangrijk is om een goed ontbijt te hebben. En dat is helaas niet vanzelfsprekend overal. En toch is het belangrijk om dat te zeggen. Het is eigenlijk heel gezond om goed te ontbijten, de dag ook goed te beginnen. En ze zeggen wel eens ontbijt als een keizer, hè, en avond eten als een bedelaar. Nou, meestal is het andersom. Dus het is goed om dat te benadrukken. Als je voldoende energie hebt voor de hele dag, ja, dan kun je goed vooruit en dan leef je ook gezonder. William, en jij mocht naast de burgemeester eten, hè? Ja. Durfde je dat wel? Ja. En heb je geleerd om netjes te eten dan? Ja. Of hoefde dat niet van de burgemeester? Heeft hij niet gezegd. Hij heeft het niet gezegd, hè? En hebben jullie ook nog lekker kunnen kletsen? Ja. Maar niet met volle mond, toch? Nee. Ik ben Florence. En wat is het vandaag voor dag hier? Want je zit in een trouwzaal, maar ja. Niet op te trouwen, toch? Nee. We komen hier ontbijten. En niet zomaar met iemand, hè? Nee, met de burgemeester. Vond je dat spannend? Een beetje, maar niet heel erg. Vertel eens, wat eet je thuis altijd? Ik eet soms crackers, omdat dan wil ik niet zoveel eten. En soms eet ik boterhammen, maar dat is wel heel soms. En dan gewoon, normaal eet ik gewoon een cracker. En dan, als ik een boterham heb gegeten, eet ik daarna misschien nog een cracker. Wat eet jij thuis altijd? Boterham en wat drinken. Met een volle buik ga je naar school, ja. Hè? En wat vind je dan van dit ontbijt hier? Dus niet zomaar een boterham, hè? Ja, wel heel lekker. Ja, ook bijzonder. En één keer per jaar is de trouwzaal dan ook een ontbijtzaal voor kinderen. Want jullie willen dan het hele goede voorbeeld geven. Ja, we willen graag een goede voorbeeld geven. En we willen ook met de kinderen in gesprek. Dat is ook hartstikke leuk. Dat doen we jaarlijks. En dat doen we met heel veel plezier. De wethouder onderwijs, Pieter van Zwanenburg en ik. En een aantal ambtenaren die ook voor onderwijs zorgen. Ja, dit zijn wel de mooie dingen. En ook leuk om te horen wat kinderen zo al bezighoudt. En dan ook wel mooi om er toch een klein stukje lering ook bij te doen. Wie heb je gezellig zitten kletsen met de burgemeester of alleen maar gegeten? Gekletst. En waar ging het dan over? Over wat zijn lievelingseten is. En lievelingsgroente wat hij niet zo lekker vindt. En weet je ook wat het lievelingseten van onze burgemeester is? Nee. Heeft hij dat niet verteld? Wat heb jij verteld? Ja, je hebt gevraagd welke groente ik het lekkerst vind. Oh ja, jij vindt, hoe heette dat nou? Rucola. Rucola, dat is ook heel gezond, hè? En wat vond je van het burgemeesters ontbijt? Lekker. En hier waren de broodjes, hè? Dat is wel echt een burgemeesters ontbijt. Die pitjesbrood mocht ik niet, want ik mag geen hazelnoot. En daar zat hazelnoot op. Maar goed dat je dat zelf weet, hè? Ja. Vertel eens, wat vind je eigenlijk van wat de wethouder net zei? Dat kinderen gezond moeten zijn en daar hoort ook een ontbijtje bij. Ja, dat vind ik wel goed. En dat ook wel zo is. Dat en kinderen gewoon moeten eten. Mm-hmm. Hoe je dat dan? Bij ons afleveren op een telefoon.